kijken, want we gaan dus een nieuwe puppy nemen. We gaan een nieuwe labrador nemen en dan een bruine. En wat ik ga doen vandaag zit een beetje als blondverf, want dat vind ik super mooi zelf. Uiteindelijk is dit mijn haarstijl geworden en ik ben er echt super blij mee. En we hebben vandaag echt hele leuke dingen gefilmd. Het is namelijk voor... Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik ben op dit moment in Utrecht, het is 10 uur 's ochtends en ik ga u zo meteen de straat in. En dan ga ik naar de graduates toe, want ik heb daar vandaag een afspraak voor een kapper. En ze gaan mijn haar heel erg mooi verven en knippen. Ik ga jullie allemaal meenemen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een beetje ziek. Ik heb super veel oorpijn, ik ben misselijk, ik heb hoofdpijn. Dus ik heb net al paracetamols gehaald, zo'n inhaler voor mijn neus met menthol, rijstwafels en water. En dat is hetgene wat ik vandaag ga proberen te eten. Ik ga nu even de straat uitlopen, dan ga ik erheen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ga straks even een before laten zien van mijn haar natuurlijk. En wat ik ga doen vandaag zit een beetje als blondverf, want dat vind ik super mooi zelf. Dus ik ga er nu heen lopen. Veel plezier met kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En enjoy de weekvlog. Ik heb mijn haar laten doen bij de graduates. En zij hebben 2 salons in heel Nederland. In Utrecht en Amsterdam. En ik ben zelf naar de salon in Utrecht geweest. Ik heb mijn haar laten doen in samenwerking met de graduates. En de reden waarom ik met hun een samenwerking ben aangegaan... is omdat zij een hele toffe actie hebben voor studenten. En ik weet dat veel van mijn volgers studenten zijn. En daarom leek mij dit heel erg leuk. De graduates is namelijk zo dat maandag tot en met woensdag... als je dan langskomt voor knippen, kleuren of iets anders voor je haar... dan krijg je 25% studentenkorting. Ik vind het zelf een hele toffe actie. En zo kan je weer lekker geld besparen en kan je dat geld weer aan andere dingen uitgeven. Maar goed, voor zover de informatie. Wil je meer informatie over afspraken, plaatsen, wat je allemaal kan? Gewoon meer informatie over de salon? Check even de links in de beschrijving. Ik ga even aan deze kant van het scherm zitten, want dan kan ik hier zo de Insta-story beelden laten zien die zij gemaakt hebben van mijn haar. En dan kan ik dat even een beetje toelichten en zo vertellen wat ze gedaan hebben. En voordat ik eigenlijk in de kappersstoel kwam te zitten, hebben ze eerst een heel gesprek met mij gehad van... wat wil je? Wat irriteer je aan je haar? Wat wil je anders? En eigenlijk gingen ze precies vragen wat ik wilde. Zodat ze ook geen fouten konden maken. En het gewoon echt wilden doen zoals ik het wou. Nou, ik ging dus in de kappersstoel zitten. En dit was mijn before foto. Mijn haar is super pluizig. En het kwam natuurlijk ook omdat ik er niks aan gedaan had verder. Maar je zag ook echt wel dode punten aan de onderkant. En ja, dat was eigenlijk de before foto. Als eerste wou ik mijn haar natuurlijk weer wat lichter. En daarom ging ze highlights inzetten. En op deze foto kan je echt zien dat het super veel highlights zijn. Het zijn er echt, ik weet niet hoe lang ze al niet bezig zijn geweest, sowieso langer dan een uur. Met alleen maar highlights zetten en ze deden dat echt super professioneel. Dus echt laag voor laag. Dus niet zomaar daar een plukje. Nee, echt laag voor laag. En ik vond het zelf super vet om te zien. Maar zat er ook echt bizar veel folies in. Nou, toen de folies erin zat, moest ik natuurlijk even 45 minuten intrekken. En nadat het 45 minuten was ingetrokken, had ze het uitgewassen en ook een soort van rescue masker erin gedaan. Zodat mijn haar weer wat steviger werd en zo. Want verven en zo is natuurlijk nooit goed voor je haar. Alleen dit zorgde er toch weer voor dat het net wat minder slecht was. En na de highlight zag het er dus zo uit. Even hier rechtse plaatje. Ik zat te denken rechts links. Ik wilde mijn haar graag een beetje asblond. En om dat te creëren moest ze er een toner in doen. En dit zou echt het grijzige effect eraan geven. In ieder geval het assige effect. Want het was natuurlijk al wel heel erg blond geworden door de highlights. Maar nu moesten we nog het assige effect. Nou, de toner moest een half uurtje intrekken. En nadat die was ingetrokken ging ze mijn haar lekker uitspoelen. En ging ze het knippen. Van het knippen heb ik zelf geen beelden. Maar wat ze eigenlijk gedaan heeft, heeft het eerst geknipt in nat haar. Toen heeft ze het een beetje de basis geknipt. Toen ging ze droogfeunen en toen ging ze echt preciezer knippen, zeg maar. Ze ging toen ook mijn voorkant en zo knippen, want dat heb ik nu wat meer laag. Dus ik heb het vooraan wat korter. Kijk, ik kan het hier heel goed zien. En ik heb het dus daar wat korter en dat heeft ze allemaal gedaan op droog haar. Uiteindelijk is dit mijn haarstijl geworden en ik ben er echt super blij mee. Het is alleen wel zo dat ik nog een beetje zit te struggelen met hoe ik dit wil, zeg maar. Wil ik het echt wat meer zo? Wil ik het wat meer zo? Het is nog even moeilijk, ook met stylen en zo 's ochtends, hoe ik het nou precies doe. Maar ik ben er wel super blij mee. Laat me zeker even weten in de poll hier wat jij van mijn haar vindt. En wil je nou ook een keertje je haar super mooi laten knippen, kleuren of wat anders? Ga dan echt naar de graduation, want het is echt een aanrader. Het is echt een soort van dagje uit, want het is super gezellig daar. Leuke gesprekken, lekker drinken. Echt,
Het is gewoon alles bij elkaar. Het is gewoon echt top. En natuurlijk als student zijn, dan krijg je dan ook nog eens 25% studentenkorting. Ik ben helemaal happy met mijn nieuwe haartjes. Dus wil je dat nou ook? Check even de link in de beschrijving. En dankjewel lieve Berwin. Goedemiddag allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik had dus gisteren gefilmd dat ik naar de kapper ging. En jullie hebben ook al helemaal gezien wat ze voor behandelingen zo gedaan hebben. Want dat stukje heb ik even later opgenomen. Omdat het een beetje onhandig was om in de kapper zelf te filmen. Maar zo is het dus als ik het gewoon helemaal zelf gesteld heb. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik moet alleen nog even kijken hoe ik die soort van pony een beetje goed kan stylen. Want ik vind het nu een beetje raar. Maar ik ga even kijken of ik misschien als ik er een soort van krul in maak beter is. Mochten jullie er tips voor hebben, let me know. Voor nu ga ik even mijn spullen pakken. Ik knal er even een mascaraatje op. Want wij gaan aan het einde van de middag naar... moeten een stukje rijden richting Hilversum. En daar gaan wij puppies kijken. Want wij gaan dus een nieuwe puppy nemen. We gaan een nieuwe labrador nemen en dan een bruine. We hebben eerder ook labradors gehad. En toen hadden we rottweilers. En nu gaan we weer voor een labrador. En ik heb er heel veel zin in. We gaan voor het reusje als het goed is. Tenminste... Dat zijn nu de planningen. Mocht het uiteindelijk dus zijn dat hij helemaal niet klikt met ons, dan gaan we misschien toch voor een teefje. Voor de niet-hondenkenners. Reutjes een mannetje, teefjes een vrouwtje. Dus daar gaan we zo meteen heen. Ik ga even kijken of ik wat voor jullie kan filmen daar, of dat mag. Of de mensen dat ook goed vinden, weet je. Ik hoop het wel, want dat is echt cuteness overload. Dus ik ga even voor jullie kijken. Ik ga in ieder geval nu wat even afmaken. En dan gaan we straks richting Hilversum. Weer thuis en ik vond het super leuk om even de puppy's te bekijken. Ze waren nog maar 3 weken oud. Dat is echt super jong, dus je kan nog best wel moeilijk zien hoe ze worden qua gedrag en wat hun uiterlijk wordt, omdat ze nog maar 3 weken zijn. Dat is echt super jong. En in de tijd dat ze zeg maar opgroeien, kunnen ze nog zoveel veranderen. We mogen de puppy eind september ophalen. Ik heb er heel veel zin in, want ze zijn super schattig. En ondanks dat je het niet goed zag op de video, of in ieder geval sowieso zag je dat nog niet goed, omdat ze nog heel erg jong zijn, is het dus een bruine labrador. En ik heb er heel veel zin in. Ik vind het heel erg leuk ook. En ja, eigenlijk gewoon prima. Leuke avond gehad verder. We hebben lekker wat gegeten. Alleen het ding is wel, dat is een beetje een nadeel. Vanochtend werd ik wakker. En zeg maar eergisternacht, dus dat was woensdag op donderdagnacht, werd ik 's nachts wakker met superveel oorpijn, hoofdpijn. Een beetje ziek gevoel, maar vooral heel erg veel oorpijn aan mijn linkeroor. En nu werd ik vanochtend wakker met een soort van loopoor. Oftewel, wat dus inhoudt, ik ben naar de dokter geweest vandaag, dat ik dus een oorontsteking heb. Ik heb een middenoorontsteking en er zit een gaatje in mijn trommelvlies. Dus mijn trommelvlies is kapot. Nu kan er geen antibiotica voor gegeven worden, ook geen druppels, omdat natuurlijk het trommelvlies is open. En dat is wel echt een nadeel. Ik heb er ook wel echt last van, dus dat vind ik heel erg jammer. Maar ik ga morgen weer iets heel erg leuks doen. En daarvoor moet ik er best wel vroeg uit. Ik moet 8:45 in de trein zitten. Want ik ga namelijk naar Duinruil toe. En dan ga ik wat hele leuke dingen filmen. Niet voor mijn eigen kanaal, maar voor andere kanalen. En waarvoor het precies zal zijn, ga ik jullie morgen misschien even beter uitleggen. Want dat is nu een beetje onhandig of zo. Ik weet namelijk niet precies alles tot in de details. Dus dan kan ik het beter morgen in één keer goed vertellen. Voor nu ga ik in ieder geval lekker slapen. Dus... ik hoop dat jullie weer genoten van deze dag, van de lieve puppybeelden. En tot morgen! Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben inmiddels in Duinruil. Ik heb een reistijd van 3 uur, want het was echt een drama met alle bussen en treinen. En niks sloot op elkaar aan, want ik moest op Den Haag Centraal echt 3 kwartier of zo wachten. Het was een beetje jammer, maar goed, ik heb het weer overleefd. Ik ben in Duinruil en ik ga even naar het Zomertheater toe. Want daar wachten ze op mij. En wat we dan vandaag gaan doen, ga ik straks even uitleggen. En ja, keep you updated. Ik ben trouwens echt buiten adem. Je hoort waarschijnlijk aan mijn stem. Maar dan ga ik even snel heen en dan hou ik jullie op de hoogte. Nou, het opnamedag zit erop. Ik ben weer back op Den Haag Centraal. En we hebben vandaag echt hele leuke dingen gefilmd. Het is namelijk voor... ik ben wel vaker naar het NK zo geweest van goochelen. En ik heb ook heel vaak interviews gedaan voor de Nederlands Magische Unie. En we gaan nu een stapje hoger gaan, namelijk voor het VISM. En dat is eigenlijk de wereldorganisatie, zeg maar, voor goochelen en dat soort dingen.
Ik ga het nog een keertje goed uitleggen, maar daarvoor hebben we vandaag heel veel clips opgenomen. Het is 4 uur. Ik ben op Den Haag Centraal. Ik ga even kijken wat ik nu ga doen. En dan hou ik jullie zoals altijd weer op de hoogte. En mocht ik trouwens leuke beelden hebben voor vandaag van de interviewtjes, zo ik weet niet wat ik mag plaatsen, dan ga ik dat zeker plaatsen als het mag. Dan zal ik dat even nu hierna doen. En anders dan zien jullie sowieso nog wel wanneer het online staat. Het is inmiddels een paar dagen later. En de reden dat ik de vlog zaterdag niet af heb gesloten was omdat ik me echt niet lekker voelde. Ik had namelijk heel veel oorpijn. Ik had een ontstoken oog. Ik had hoofdpijn, ik had keelpijn. Ik had echt van alles bij elkaar. Dat was een groot griepsvirus. Nu ben ik inmiddels weer wat beter opgeknapt. Dus vandaar dat ik de camera er nu wel bij pakte. Ik wil jullie even bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het leuk? Knal even een blijmpje omhoog. En vergeet natuurlijk om je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik dat je weer genoten hebt van deze vlog. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!